En de make-up, hè? Oké, ik ben er. Hallo, ik ben er. Wat gaan we doen? Wat heb je bedacht? Ja, wat gaan we doen? Nou, ik ga nu live Dancing with the Stars presenteren. Oh, Dancing with the Stars. Ja. My favorite program. Komt dat nu? Ja, ga nu. Oh, geweldig. Ja. Ik doe gelijk mee. Kan ik dansen met die, hoe heet zij? Die vind ik altijd lekker. Hoe heet zij? Die kleine, de Julie Fryer. Die Russin. Yevgenia. Nee, met die snor. Hoe heet ze? Hilbeke. Ze hebben altijd die gele jurk aan. Hoe heet ze nou? Nou ja, ik herken haar meteen. Het is misschien een misverstand, André. Ja. Maar we hebben hier, bij dit Dancing with the Stars, hebben we jou niet echt nodig. Niet nodig? Nee. Hoe bedoel je niet nodig? Nee, niet nodig. Nee, maar luister, ga jij even lekker in de zaal zitten? En ik weet dat je het programma leuk vindt. Tuurlijk. Kan je ook even bijkomen? Oh, leuk. En dan ga jij zo weer. Oh, ja? Natuurlijk. Okay. Hartstikke leuk. Plezier. Natuurlijk. Jongens, waar is de jury? Oh, de jury. De jury, dat stond, vergeet ik te zeggen. Hoe heet hij? Die voorzitter van, Koos van der Strot. Die heeft gebeld vanmorgen. Koos van der Strot heet hij. Oh, het was een hele slechte lijn. Hij heeft gebeld vanmorgen. Hij zegt, ik kan niet komen. Wat? Nou, zei ik ook, wat? Hij zegt, ik kan niet komen. Hij zegt... Hoe bedoel je, ik kan niet komen? Nou, dat vroeg ik ook. Ik zeg, hoe bedoel je, ik kan niet komen? Hij zegt, ik leg in het ziekenhuis. Ziekenhuis? Ziekenhuis. Ik schrok er ook van. Cor? Ik zeg precies wat jij ook, ziekenhuis. Hij zegt, ja, ik leg in het ziekenhuis. Wat heeft hij dan? Nou, dat vroeg ik ook natuurlijk. Meteen, hoe is het toch mogelijk? Dat, je had net zo goed zelf op kunnen nemen. Ik zeg, wat heb je? Hij zegt, problemen. Hij zegt, ik heb een ontstoken klompvoet. Wat? Exact zoals jij reageert, zei ik ook, wat? Zei ik, niet zo vochtig, maar toch ook, wat? Hij zei, ik heb een ontstoken klompvoet. En dat is doorgeslagen. Ook nog doorgeslagen? Doorgeslagen. Hij draagt altijd open schoenen, dat weet jij als geen ander. En nou, dat schijnt heel besmettelijk te zijn, die een ontstoken klompvoet. Het is doorgeslagen naar zijn andere voet, dan heb je twee ontstoken klompvoeten. Twee ontstoken klompvoeten. En dat is heel besmettelijk, want zijn voeten liggen op een zaaltje en hij zelf ligt op de gang. Hij mag zijn eigen voeten niet bezoeken. Het is heel besmettelijk. Ligt quarantaine, rood licht eromheen. Staat iemand bij. Wat erg. Maar ja, dus hij kan niet komen? Hij kan niet komen. Hij zegt, ik kan wel komen. Hij zegt, maar Arta moet dansen. Kan ik geen mooie draai maken? Hij wil graag een mooie draai maken. Maar Cor hoeft helemaal niet te dansen. Nou, kun je nagaan hoe die in de war was. Waar zijn die andere juryleden? Waar Jan en Monique en Marcel? Oh, die hebben ook gebeld. Die kunnen ook niet komen. Die gaan op ziekenbezoek. Op ziekenbezoek? Ja, bij Koos. Bij Cor? Nee, bij Koos. Bij Cor. Oh, nou, te hopen dat hij naast Koos ligt, want dat vinden ze nooit. Maar ja, ze herkennen die voeten wel liggen. Ja, nou, alles leuk en aardig. En ik vind het heel erg voor ze. Maar moeten we nou met Dancing with the Stars? Ja. Zonder jury zijn we nergens. Potverdorie. Dat is juist het essentiële van het programma. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Wacht, ik krijg een idee. Ik bel even wat bekende Nederlanders. Ja, en dan? En die vraag ik of die even in de jury gaan zitten. Dan stoppen we. Ja, maar het is maar dat het gevoel. Jij denkt daar makkelijk over. Je kan niet zomaar een bekende Nederlander in een dansjury zetten. Je ziet tegenwoordig toch niet anders. Al die programma's zitten allemaal juryleden. Die weten wat toet er nog blaas. Als je maar een bekende kop hebt, dan ga je ik moet op. We gaan even beginnen. En ik zorg dat ik zorg ik dat zie de hoe het schip jij telefoon bij Het is weer zaterdagavond. Dat betekent tijd voor Dancing with the Stars. Wie van de kandidaten valt eraf en wie mogen er blijven? Hier is uw presentator, Ron Brandsteder. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in de ballroom. Kijkers thuis ook. Ik heb gebeld. Ze komen bijna allemaal. Ik zeg, er zijn problemen. De jury is er niet. Wat doe je? Dus ik vang ze op hier in de jury. Wat doe je? Ik zeg, ik heb gebeld. Voor je bent live op tv. Het rode lampje brandt. Je komt zo de uitzending in lopen. Dag, dames en heren. Ik ben Sultana. ik ga de lijn opengooien. Ik ga naar de green room. Naar de green room. Excuus, dames en heren, een beetje vreemd begin van Dancing with the Stars. Dat bent u natuurlijk niet gewend van ons. Daarvoor onze excuses, maar het is live. Dus alles wat er gebeurt, ja, dat krijgt u ook gelijk te zien. En het heeft ook wel zijn charmes. Goed, vorige week in Dancing with the Stars. Herman de Blijker. Wat kom je doen? Je kent net geen kloot tegen. Gek van Ron, daar word je toch gek van. Ze kennen er geen kloot tegen. Kalm, Herman. Even relax. Groeien.
Heel leuk dat je komt, maar ik, heb je het niet een beetje te druk? Je hebt 8 restaurants, je bent elke week op tv. Moet je niet een beetje kalm aan doen? Zal ik eerlijk zeggen? Ja? Ik krijg er een punt over van. Dames en heren, als u net hebt ingeschakeld, we hebben wat probleempjes met de jury. Ik zal het maar op kaart spelen. Wij proberen dat zo snel mogelijk achter. Ronnie! Bart Chabot! Ik doe altijd mee aan het Nationaal DT! Als morgens vroeg de wekker gaat, doe ik mijn ogen open. Dan kijk ik wie er naast me ligt, doe ik ze gauw weer dicht. Bart Chabot. Ja. Ja, ik weet, dat gaat misschien niet lukken met de jury. Misschien reden te meer voor u thuis om vooral de telefoon te pakken. Ronnie! Mark-Marie Huibrechts! Hallo. Dag, Mark-Marie. Mark-Marie, wat leuk. Wat een verrassing. Ja. En leuk om je nou eens in het echt te zien. Ja. 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 Heb je altijd zo'n hoog stemgeluid gehad? Ja, altijd. Oh. Altijd. Echt waar. Altijd gehad. Als kind had ik al zo'n hoge stem. Altijd. En ik was er ook nog loens bij. Loens? Ja, ook was zo loens. Oh. En dan werd ik altijd uitgescholden op school. Dan zeiden ze altijd Schele Marie tegen mij. Wow. Kinderen, Schele Marie. Oh. Dan ging ik naar huis en dan zei ik tegen mijn moeder... Ze schelden me allemaal uit voor Schele Marie. Weet je wat mijn moeder dan zei? Nee. Haar kan jou dat door Schele Marie. Mark-Marie Huibrechts. Nou, wie had dat gedacht in Dancing with the Stars? Hartverwarmend de steun die we mogen ontvangen, maar... Bauer! Frans Bauer! Hallo! Hallo! Frans! Hallo! Mijn race zijn, ga even kopje koffie brengen bij... Oh, nou, ik heel aardig, Frans. Ja, maar koffie? Ik heb net koffie op. Oh. En je weet, het is niet goed hoor, te veel koffie voor een mens. Nee, dat is niet goed. Mijn oom is zelfs overleden aan een overdosis koffie. Oh, hoe kwam dat? Hij kreeg een bal van 100 kilo op zijn hoofd. Oh, telefoon. Jij dan? Oh. Bouwen. De Chinees. Ja, mevrouw Bon, met Flans. Flans Bouwel. Heb je een glapje? Ze hebben een glapje. Wat voor glapje dan? Het is wit en hangt aan de muul. Frans, wat zei ze? Frans, wat zei ze? Wij willen het ook horen. Frans, wat is witte lijst aan de muur? Witte lijst. Chinese humor. Groet aan Maris. Ja, die Frans die houdt net zoveel van lachen als van zingen. En dat is maar goed ook. Dames en heren, ik zou u thuis misschien willen vragen om wat meer te sms'en en te...
je dat? Nou, ik sta er bovenop. Zag je dat? Fiddelat, fiddelat, flat, flat, flat. Fiddelilil ho, fiddelilil he. Opzij, opzij, opzij. Wie ben je nou? Wie ben je nou? Herman van Veen. Ook natuurlijk. Zullen doorgaan. Als er water uit de kraan. Zullen doorgaan. Nee, sorry. Het is niet van Herman van Veen. Nee, dat is Ramses Shaffi. Echt waar? Ja. Dan ken ik die ook. Zoals ik al zei, het is hoogste tijd dat we nu gaan dansen. Roemiana de Haan en Koen Brouwers hebben de afgelopen week... Rustig. Los. Wat los. Is dat? Los. Doe maar los. Af. Ik doe de twee in één. Wie dan? Doe Martin Gauws en Maurice de Hond. Het is een fijne vriend, maar als hij je gaat helpen, dan loopt het een beetje uit de hand. Dansparen. Onze Latin-demonstratie gaan we nu beleven, dames en heren. Een schitterende Roomba, gevolgd door een prachtige samba. En dat... Ja, wat is dit? Rijden de rechter. Zo. U overroppelt ons. Ja, u viel met de deur in huis. Edelachtbare. Ja, dank u. Hoe lang bent u al rijden op de rechter? Nou, ik ben al een jaar of tien. Ja, we rijden de rechter. Ja. En hoe lang gaat u er nog mee door? Ik ga er nu weer voor. Godverdomme. Ik ga er weer stoppen. Stoppen? Stoppen. En waarom gaat u ermee stoppen? Nou, dan kom ik toe aan dingen waar ik nu niet aan toe ben gekomen. Oh, en wat zijn dat voor dingen? Ik ga mijn rijbewijs halen. Ik denk dat we ons beter kunnen revancheren volgende week. Dan komen we met een vlekken... Jules Deelder! Eerste gedicht dat ik al voorlezen heet Zwart. Zwart, big zwart, reten zwart, zwart als roet, schijper in een palletje, schijper in mond. Ja. Lekker subtiel, dank u wel. Tweede gedicht heet Sparta. Sparta. Het regent dat het barst. Het regent zo ontzettend, Sparta afgelaast. Dat gebeurt. Laatste gedicht heet Rotterdam. Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. Trein gaat niet verder, einde van het gedicht. Dankjewel, Jules Deelder, voor je poëtische bijdrage. Ja, dames en heren, het lijkt me beter dat we maar ophouden. We gaan het niet meer redden met de jury. Beter dat we nu ten halve keren dan... Stoppen. Ja, beter. Ik heb Tarzan nog liggen. Tarzan? Even een stukje Tarzan. Ja. Wat is er? Ik moet plassen. Open plek. Even de kreet van Tarzan. Is dat de kreet van Tarzan? Nooit gehoord? Een beetje oude Indiaan. Oude Indiaan? Ja, Tarzan klinkt heel anders. Rita van